Hallo wereld, hier ben ik, Brammetje. Mijn hersenen zitten nooit stil. En ik daarom ook niet, denk ik. Ik zat op Hofplein Theaterschool. Werd ik gevraagd of ik audities mocht doen. Of ik dat leuk vond voor een film. En toen ging ik daar weer audities. Ging door en toen ging ik spelen in de film. Meester P. Vis. Die moet zeker in mijn goede woorden een namenschrift. Maar meester V. Pis is nog veel bijzonderder. Hallo meester Pis. Nou Bram. Ik vind het echt een hele leuke film. Met vol fantasie. Het is echt heel grappig. Het is zo'n kinderfilm, maar ook wel eentje voor volwassenen. Dat ze terug kunnen kijken van, ja kijk zoals ik of zoals ik niet. Soms als ik op school ben, hou ik me in bedwang. Dat ik vaak dingen doe, ja, rare dingen doe, doe ik zelf eigenlijk niet. Maar soms ben ik wel een klein beetje ondeugend. Meester Vis snapt heel veel moeilijke dingen. Maar super makkelijke dingen is dat er weer helemaal niets. Hij snapt niet dat benen willen bewegen. Dat het belangrijk is dat je aardige dingen zegt. Haal je voeten van die bank af, rotjong. Maar dat snappen wel meer mensen niet. Ik begin meestal te springen en zo. Springen. Schommelen. Handstand doen tegen de muur. Springtouwen. Alles waar bewegingen zit. Wiebelende benen als in de film? Klein beetje. Dat is mijn eerste film. Eerste film. Ik vond het grappigste deel dat Brammetje de broek van de meester aftrok. Dat hij de broek van de meester aftrok. De broek van de meester naar beneden trekken. Wat was er gebeurd bij de repetitie toen je meester Vies zijn broek moest aftrekken? Ik trok per ongeluk ook zijn onderbroek mee. Klasgenoten zijn wel een beetje jaloers, maar ze vinden het wel leuk dat ze een filmster in school hebben.